Kijk, dat is mijn cue om te beginnen. Als het goed is het al 2 uur geweest. Welkom, lieve mensen, bij de opening van Rumah Beta. Wat betekent mijn huis, ons huis. Het huis waarin wij, als werkgroep Bersama Cuijk, u een kijkje willen geven in de Molukse cultuur. In onze geschiedenis, in hoe Molukkers en Cuijk zich hebben gemanifesteerd de afgelopen 60 jaar. Want zo lang leven de Molukkers als Cuikenaren hier, 60 jaar. Maar voordat we overgaan naar die opening, luisteren we naar een lied dat hier in Nederland is geschreven door onze generatiegenoten, derde generatie, over het samen verder gaan. Samen voorwaarts gaan als Molukse gemeenschap. Over dat we mogen zeggen dat deze gemeenschap heeft gestruggeld en welk leed er is gedeeld in onze historie. Maar dat we wel samen voorwaarts peddelen langs die kustlijnen van de mooie Molukken met in onze gedachten onze voorouders. Samen, in goede tijden en in slechte tijden. Luistert u naar de uitvoering van Toma Hassanousa door Sarah Pessy, Janiso Letemahulu en Anis Laiyan. Sama-sama susah kalau Nou, dank jullie wel. Super. Kalo ale rasa, beta juga rasa. Als u het voelt, voel ik het ook. En vrij vertaald, hè? Wat jij voelt, voel ik ook. Dat klopt natuurlijk ook. We zijn verbonden met elkaar. Allemaal verbonden met elkaar. Dus het samen voorwaarts gaan, Toma, doen we wat ons betreft niet alleen met de Molukse gemeenschap, maar samen met de hele Kuipse gemeenschap. Zo is het natuurlijk ook niet anders geweest. Met elkaar. Nou, vorig jaar bereikten we de mijlpaal van 60 jaar Molukkers in Kuik. En dat was voor ons als werkgroep Bersama reden om te starten om op verschillende manieren aandacht te geven aan een drieluik. 1. Het eren en herdenken van de eerste generatie. 2. Meer aandacht over de gezamenlijke Moluks-Nederlandse historie in bijvoorbeeld klaslokalen. Maar ook voor u en mij, door ons te richten op kennisoverdracht en verbinden. De derde van het drieluik. En met ondersteuning van en in samenwerking met onder andere de gemeente Kuik, burgemeester Hillenaar, de grafrechtenwerkgroep Kuik, de Schouwburg, bibliotheek, Frans Stevens, Sociom, sponsoren en heel wat medevrijwilligers konden we vorig jaar mooie activiteiten neerzetten. De reizende tentoonstelling bijvoorbeeld, die gaf beeld op 70 jaar Molukkers in Nederland. Die konden we een aantal weken bezichtigen. We maakten een eigen expositie rondom 60 jaar Molukkers in Kuik. En de posters, Bitte Sjappa, wie ben ik? Met het Molukse gezichten en de verhalen daarachter. Die hangen nog her en der hier in Kuik. Misschien ziet u ze nog wel eens. Er is een lied gemaakt over het Moluks zijn door Kuikse Molukse muzikanten, jongeren, waaronder Sarah. En die gaat morgen in première tijdens de interviewreeks met Koen Verbraak in de Schouwburg. En er zijn afspraken gemaakt rondom de graven van de eerste generatie. En we hebben een prachtig monument ter ere van de eerste generatie. We konden ook vele plannen niet doorgaan, helaas, door de toenmalige omstandigheden rondom corona. Maar wat zijn we dankbaar dat we dit jaar weer verder mogen met elkaar. Nou, bijvoorbeeld de taallessen, die komen er nog aan. Nou, morgen Koen Verbraak in de Schouwburg. Die interviewt 6 Kuikse Molukkers. En aanstaande donderdag 17 maart hebben we nog een gratis kenniscollege over Molukkers. Met historicus Nanneke Wieghardt en sociaal en cultureel antropoloog Elias Rinsampessi. En met cabaretier Joshua Tinisela, die klinkt misschien wat bekender in de oren. Je kunt je nog aanmelden overigens daarvoor. En dan hebben we ook nog in maart, anderhalve week daarna, op de 26e, super interessant, een lezing over de Adat. Dus de ongeschreven leefregels en tradities, kennis en wijsheden. Met jong Zahoreka en Jozef Nanayain. En ik keek vanochtend op de site van de Biep en volgens mij was het wel uitverkocht. Binnen 5 dagen al uitverkocht. Oké, dus, maar ik denk dat we nog wel een vervolg gaan regelen. Dan hebben we nog de levende boeken, waarin je kunt kennismaken met verschillende Molukse gezichten en verhalen. Dat is op 30 april in de bibliotheek. En noteer ook alvast in de agenda 7 mei, dan hebben we hier de Passar Maluku, Kuik, hier in het centrum. Allemaal standjes, kraampjes, kinderactiviteiten, lekker eten natuurlijk. En Molukse bandjes en groepen. Hartstikke mooi, gezellig. Maar nu, eerst Rumah Beta 2.0. 1.0 hadden we in de Kaneelstraat. Nu openen we de tweede versie. We zijn dankbaar dat we die Kuikse expositie, dus dat Kuikse Moluks museumpje, dat we die een doorstart kunnen geven in de ruimte achter ons. En die is beschikbaar gesteld door Hugo Barten. En dat is weer gegaan via Evert de Ruiter en Joop Bosmans. Dus dank aan hen in ieder geval voor het ervoor zorgen dat wij door kunnen gaan met die Molukse expositie. Nou, we hebben ons best gedaan. U zult het strakjes ook zien als u binnenwandelt. Om verschillende thema's te bespreken. Om daarmee een start te maken. Met beeldmateriaal en met informatie. En ik herhaal nog even een start. Want zoals wij het zien, het is en blijft een expositie in ontwikkeling. We hebben als werkgroep niet de kennis om alles compleet neer te zetten. En we zien het ook in principe niet als onze taak om dat namens de hele Kuikse, Molukse gemeenschap te doen. U zult dan ook hier en daar lege plekken zien. Misschien wel plekken waarvan u denkt, oh, daar kan dit nog staan of dat mag aangevuld worden qua informatie. Ben vrij om ons aan te geven wat er nog mag komen. En wie weet staat het over 3 maanden wel helemaal vernieuwd. Nou, het is dus inderdaad een expositie in ontwikkeling. Nou, bijna zover. We zijn blij dat we met alle komende activiteiten en met deze expositie meer van onszelf kunnen laten zien, meer kunnen laten horen, weer in gesprek kunnen gaan. Dat kan weer, we kunnen weer samen in gesprek. De corona is voorbij. Over de Molukse gemeenschap, over de gezamenlijke historie, over haar cultuur, die zo rijk is aan ideeën, tradities en onderdelen. Want ja, we zijn familiemensen. Ja, we hebben lekker eten. Ja, we zijn muzikaal. Ja, we hebben goede voetballers. Ja, we kunnen goed motorrijden. Maar er is zoveel meer te vertellen. En dat mogen we dus tot en met december in dit pand doen. En over de openingstijden wordt u nog geïnformeerd via onze website. Maar er komt ook een plakkaat hier te hangen. Vandaag zijn we in ieder geval tot 4 uur open. En morgen, na de voorstelling van Koen Verbraak, zijn we ook nog een uurtje open. Ik moet even kijken, volgens mij is dat dan van 4 tot 5, hè, Omingoes, dat we hier dan open zijn. En de website is trouwens bersama-kuijk.nl. Vanaf deze plek bedanken we alvast alle mede-vrijwilligers die keihard hebben gewerkt om tot dit resultaat te komen. Want er is hard gewerkt. We noemen geen namen. Jullie weten wie jullie zijn. Terima kasih banyak. U hoort ze al, de Tifa's. Dat is een belangrijk onderdeel van de identiteit van het Molukse volk. De Molukse trommel. Het is de hartslag van de Molukken. En onder begeleiding van de geluiden van Tifa-groep Tahuri zal zometeen de opening officieel worden gemaakt. Waarbij Nene Oyan Otler samen met oom Piet Besolima, begeleid door 2 hele mooie dames, Romy en Jazara van de 4e generatie. Zij zullen begeleid worden om hier zo dadelijk de deur te openen. Voor nu vast veel, of voor straks, sorry, voor straks veel kijkplezier, veel luisterplezier, gespreksplezier toegewenst. Maar we luisteren nog eerst even naar woorden van Omingoes over de Tifa, die Janiso zal gaan beslaan. Salam dan hormat. Salam alaikum. Groep allen. Dengar. Dengar Tifa babunyi. Dengar. Dengar Tifa panggakatong. Luister naar het geluid van de Tifa. Hoor hoe de Tifa ons roept. Al eeuwenlang klinkt het geluid van de Tifa. Al eeuwenlang geeft het daarmee boodschappen door. Boodschappen van vreugde, boodschappen van verdriet. En mensen worden opgeroepen om samen te komen. Zoals vandaag. De Tifa roept ons vandaag samen om hier bij elkaar te komen bij Rumah Beta, mijn huis. Ieder van ons kent een Rumah Beta. Van jezelf, van je ouders, van de grootouders, katopun tetetete dan nenenene. Van onze familie, katopun keluarga. En in die Rumah Beta wordt lief en leed gedeeld. Zoals we net al hebben gehoord in het lied wat gezongen werd, hè? Sama sama senang, sama sama susah. Ale rasa, beta rasa. Samen delen wij lief en leed. Ik voel wat jij voelt. En die Rumah Beta, daar wordt ook kennis overgedragen. kennis gedeeld, verhalen verteld. Laat dit ons gezamenlijk Rumah Beta zijn, waar kennis wordt gedeeld, waar kennis wordt overgedragen, waar verhalen worden verteld. En ook hier klinkt het geluid van de Tifa. De Tifa die ons oproept om samen te komen. De Tifa die ons oproept om één te zijn. De Tifa die ons oproept om begrip voor elkaar te hebben. Toma Hassanousa sama sama. Want de Tifa is de hartslag van het Molukse volk. De Tifa is de hartslag van Maluku. Zolang de Tifa klinkt, leeft Maluku. Zolang de Tifa klinkt in jouw hart, zal Maluku altijd in jouw hart blijven leven. De slag van de Tifa gaat door. De slag van de Tifa is oneindig. Peringatan